En geniet je dan ook van het uitzicht hier? Jazeker, is prachtig. Kijk eens om je heen. Fantastisch mooi. Dit keer geen werkzaamheden aan de weg, maar op grote hoogte. De gevel van een woontoren aan de Haarlemmer Houttuinen wordt de komende maanden geheel vernieuwd. Ja, ik merk er niet veel van. Af en toe een grote kraan en dan moet je omrijden. En qua geluid? Nee, daar heb ik, wij maken zelf nogal veel geluid. Dus ik heb er tot dusver geen last van gehad. Ja, het duurt een beetje te lang. Te veel rotzooi, zoals je kan zien. En heb je enig idee wat ze aan het doen zijn? Ja, het gebouw staat er volgens mij wel wat langer, dus ik denk renoveren. Ja, het is gebleken dat deze typische jaren 80 gevel niet meer in goede staat is. De geconstateerde gebreken, bouwtechnisch en bouwfysisch, zijn niet meer met regulier onderhoud te verhelpen. En daarom vernieuwen we de gevel. De nieuwe gevelsteen die lijkt erg veel op de huidige gevelsteen. De vloerranden die je overal ziet zitten, die contrasteren straks weer met betonbanden. Dus in basis zal er niet veel veranderen. Nee. Patrick, waar gaan we nu heen? We gaan naar vloer 8. Hier is de sloper bezig met afpellen van de buitenrail. Nou, hoe gaat het hier? Ja, lekker. Ik zeg, we zijn lekker bezig met slopen. Dus ik zeg, het loopt allemaal wel geweldig. En dan maken we het weer mooi voor de mensen hier zo. Nou, hier zijn we begonnen met slopen. Zoals je ziet, buitenrail gaat eraf, isolatie gaat eraf. Gaan we opnieuw isoleren. En halen, trekken we een nieuwe buitengevel naar boven. De Haarlemmer Houttuinen was vroeger een buurt en sinds 1973 een straat. De buurt moest plaatsmaken voor een brede verkeersweg. Hiervoor werden zo'n 700 woningen gesloopt. Stadsfotograaf Jacob Olie woonde hier vlakbij en hij heeft veel foto's gemaakt van de vroegere Haarlemmer Houttuinen. Zoals deze, gemaakt in 1862. Wat een uitzicht, hè? Wat vind je van? Ja, supermooi. Dan kun je naar de kerken kijken, naar de pandjes allemaal hier op Amsterdam. Dus dat is echt geweldig. Daar hou ik echt van. Dus ja, ik zeg, wil ik wel vaker hebben dit. Ja, geen hoogtevrees. Dus gelukkig dat. Ja, voor de rest is, als je om je heen kijkt, ja, is prachtig. En heb je al een favoriet gebouw voor ogen? Nee, ik heb geen favoriet. Zelf vind ik echt de oude gebouw vind ik heel mooi. En je hebt herkenningspunten als je om je heen kijkt, dwars door de stad. Ja, dat vind ik wel leuk om te zien, ja. Vorige week was de Het Verkeertas te vinden op de Kennemerduinstraat. Deze is gewonnen door Avi Nash. Weet je waar de Het Verkeertas deze week hangt? Laat het ons weten. We werken van 7 tot 4. Hierin kan enige geluidshinder voorkomen. Maar we proberen de impact op de buurt en de leefbaarheid zo min mogelijk te verstoren. Ja, voetgangers en fietsers die worden omgeleid vanaf de Houttuinen, hier achterlangs. Dan komt er dat we hier al een late losstrook hebben ingericht. Nou, die genomen verkeersmaatregelen die zijn afgestemd en goedgekeurd met de gemeente Amsterdam. En dan kan het dus gebeuren dat we af en toe de weg afsluiten. En dan moeten mensen over de trambaan, weer de rijbaan op. Ja, dat merk je. En hoe lang gaan deze werkzaamheden nog duren? Ja, we verwachten voorjaar 2024 klaar te zijn. Dit was Het Verkeer. Tot de volgende keer.